Heb je wel eens zoete dromen? En droom je al een tijdje van een eigen zwembad? Beeld je even in. Een groot zwembad en een mooi houten terras. Je hoort de vogels zachtjes fluiten en de zon werpt duizend stralen op het lichtjes kabbelende turquoiseblauwe water. Dat is toch gewoon puur geluk? Daar is jouw tuin toch niet voor geschikt? Ben je gek geworden? Weet je hoeveel dat kost? Oh ja, een prima idee voor onze planeet. Weet je hoeveel het kost om dat allemaal te verwarmen? Pff, wat ben je daar nu mee? In België regent het toch altijd? In mijn tijd gingen we gewoon naar zee. Wacht eens. Laat die stemmen in je hoofd maar zwijgen. Tijd voor een korte zwembadles voor iedereen. Kom aan, volg de gids. De wereld is aan de durvers, zo zeggen ze toch. En de kleren maken de man niet. Maar dat heeft er niets mee te maken, zeker. Zwat. Voor een zwembadbouwer is niets te veel. Behalve misschien als het te complex wordt. Hij deinst nergens voor terug. Of toch voor niet veel. Dus, tenzij je tuin microscopisch klein is of op een oude indianenbegraafplaats ligt, is alles mogelijk. Met een nieuwe wetgeving heb je bovendien meestal geen bouwvergunning meer nodig. Dus tenzij je een zwembad Picasso bent en je wensen de standaardnorm overschrijden, kan je gerust zijn. Ja, ik heb eigenlijk een hellend vlak in mijn tuin, dus ik dacht nooit dat een zwembad mogelijk zou zijn. Maar een vriend die zwembaden bouwt, zei dat dat perfect kon. Dus, en nu genieten we al 4 maanden lang van dit prachtig zwemmen in dit heerlijke zwembad. Ja, met het mooie weer, wat wil je? Meer moet dat niet zijn. Ben je gek geworden? Weet je hoeveel dat kost? Wel, meneer. Een zwembad is goedkoper dan veel mensen denken. Om je een idee te geven, het kost echt niet meer dan een mooie auto, een groot huwelijksfeest op Aruba, sigaretten voor ongeveer 10 jaar, kattenbrokken voor 45 jaar of 4 valse nagels van Lady Gaga. Nu niet dat je meteen dat model moet kiezen. Alles hangt natuurlijk af van het soort zwembad of van de ondergrond. Je bepaalt zelf wat voor jou haalbaar is. Een binnen- en of buitenzwembad. Een zwemgang die je kan combineren met een recreatiezwembad. Een natuurlijk zwembad of een zwembad met een brede rand. Rond, vierkant, vijfhoekig, in de hoogte of onder de grond. Echt alles is mogelijk. Ja, maar een zwembad is meer dan de aankoopprijs alleen. Je moet het toch ook onderhouden en zo? Dat is waar. Een zwembad heeft onderhoud nodig, net zoals je auto en je tuin. Maar ook dat is goedkoper dan veel mensen denken. Met ongeveer 2 onderhoudsbeurten per jaar en een kleine inspanning van jouw kant op mooie dagen zal je maandbudget er niet erger onder lijden dan onder je elektriciteitsfactuur. Pff, wat ben je daar nu mee? In België regent het altijd. Dat is waar. In België durft het af en toe te regenen. Maar deze jongeman ziet het toch net iets te somber in. We hebben gemiddeld 1500 uren zon per jaar. Dat zijn 140 volledige dagen per jaar dat de zon schijnt. En daarbij, het is niet omdat het bewolkt is dat je geen duik kan nemen in je zwembad. Je zal het misschien niet geloven, maar van april tot oktober ligt de gemiddelde temperatuur boven de 15 graden. In 2018 was het zelfs 132 dagen, warmer dan 20 graden. Dus gemiddeld kan je minstens 132 dagen per jaar zwemmen. En als je niet al te kouwelijk bent, kan je 2/3 van het jaar lekker plonsen. Dat is pas grote klasse. Wel, we genieten heel vaak van ons zwembad. Mijn zoon heeft het niet zo vlug koud, dus zodra de zon een beetje schijnt of het rond de 15 graden is, neemt hij eerst een duik voordat hij naar school gaat. Weet je hoeveel het kost om dat allemaal te verwarmen? Natuurlijk heeft jouw zwembadbouwer ook daaraan gedacht. Zwembaden worden nu altijd verwarmd met een warmtepomp. Dat is veel milieuvriendelijker. Ze draaien zelfs aan variabele snelheid om een ideaal verbruik te genereren. Wist je dat een gemiddeld zwembad jaarlijks niet meer verbruikt dan je droogkast of computer die elke dag draait? En als je voor fotovoltaïsche panelen kiest, dan geniet je hele huis daarvan. Dat is bovendien niet alleen een mooie besparing, maar ook een mooi gebaar voor het milieu. Ah, dat doet goed. Blijf toch niet de hele dag binnen zitten in de airconditioning. Er gaat niets boven een frisse duik in je eigen zwembad. En we zouden het bijna vergeten. Maar zwemmen verfrist niet alleen. Het is ook heel gezond. Vooral voor je rug. Goed voor je lichaam dus, maar ook voor je geest. Een beetje tijd voor jezelf, voor je gezin, voor hen, maar vooral samen met hen.
Ook dat is één van de voordelen van een eigen zwembad. Oh ja, en ook dit nog. Of je nu met je gezin in het zwembad zit of met je vrienden, een zwembad is altijd samen genieten. Heb ik je overtuigd? Of heb ik je overtuigd? Ook over de uitvoeringstermijn kan ik je trouwens geruststellen. Die is veel korter dan je misschien denkt. Als je op tijd beslist en het zit wat mee met de agenda van de zwembadbouwer, dan kan je over minder dan 3 maanden al een duik nemen. Ga zeker eens je licht opsteken bij een bedrijf dat anderen hebben aanbevolen. Er gaat immers niets boven een persoonlijke ervaring. En als je de eerste bent in je vriendenkring, bel dan naar ons. Wij zullen je met plezier verder helpen. Beloofd. Ziezo, de les zit erop. Tijd nu om te genieten.